Wat hadden we een ongelooflijke mooie 38e editie van de woningzesdaagse. We hadden prachtige Nederlandse eindwinnaars, we hebben hele snelle jachten gezien. En als uitsmijter nog het barenkoor van Harry Lafrijzen. En toen was daar ineens het coronavirus. Het is nauwelijks voor te stellen dat er nu nergens meer gefietst wordt. En dat mensen strijd moeten leveren op gebied van gezondheid en welzijn. En bedrijven zwaar getroffen worden. We zijn allemaal nog altijd in het ban van het virus. Fietsen is nu even minder belangrijk. Het is een klap voor de wielersport, zowel voor de renners als voor de sponsors. De UCI heeft een alternatieve kalender gemaakt en als wielerliefhebber hopen we natuurlijk dat ze deze wedstrijden kunnen afwerken. En dan wordt het een hele drukke periode. Helaas heeft dit alles impact op de 39e editie van de woningzesdaagse die voor eind november op de agenda staat. Het is nu stil in de sport en het is ook oorverdovend stil in Ahoy. Met enorme pijn in ons hart hebben we samen met de mensen van de organisator Rotterdam Ahoy moeten beslissen om de 39e editie van de woningzesdaagse te verhuizen naar najaar 2021. Dus geen tweede woningzesdaagse in 2020. De nieuwe datum wordt 7 tot en met 12 december 2021. Dat is onwijs ver weg, maar dat geeft ons de ruimte en het vertrouwen om een volwaardig evenement neer te zetten. En dat past precies bij onze sportieve ambities. De sportieve ambities staan voor ons voorop. Een finale op zondag voor zoveel mogelijk wielerfans. Een rennersveld dat fit en voltallig op niveau is. En met sponsoren die dan hopelijk weer helemaal up and running zijn. Dus nu helaas geen tweede woningzesdaagse in 2020. We moeten nu verplaatsen, maar we beloven, we komen met een fantastisch event weer terug.